Welkom. In deze les gaan we het hebben over CSS opmaak van HTML-pagina's. Nu, CSS of Cascading Stylesheets is een manier om een layout aan een HTML-pagina te geven. Op zo'n wijze dat je eigenlijk layout en inhoud goed van elkaar kan scheiden. Zodanig dat je je tekst hebt, je beelden, je materiaal aan de ene kant. En dat je daar aan de andere kant verschillende vormen aan kan geven. Dus je kan de pagina gaan aanpassen om die op een gsm-scherm te tonen. Of je kan bijvoorbeeld beslissen om de hele layout van je website te veranderen. Stel dat je bedrijf een nieuwe branding wil. Dan kan je door alleen de CSS te veranderen, alle inhoud een nieuwe layout geven. Nu, binnen een CSS-bestand gaan we via CSS-selectors aangeven op welk deel van de HTML we een bepaalde layout willen toepassen. Dat doen we door dus allerlei instructies in dat CSS-bestand te zetten en die volgen elkaar op. Men noemt dat cascading omdat de stijlen worden overgeërfd. Bijvoorbeeld als je een stijl hebt toegekend aan de body van een HTML-document, gaat alles wat binnen in die body zit, de paragrafen, de hoofdingen enzovoort, gaan ook die stijlkenmerken krijgen. Bijvoorbeeld een ingestelde marge of een kleur. Nu, wanneer je dan binnen die body ook een stijl gaat toekennen aan H1 bijvoorbeeld, ga je die bodystijl dan weer overschrijven met iets nieuws. Je kan ook verschillende CSS-bestanden aan één HTML-file koppelen en dan gaat het laatste opgeroepen bestand de vorige overschrijven indien er dubbele beschrijvingen zijn. Er zijn drie manieren om stijlen aan een pagina te hechten. Ofwel via inline stijlen, via het style is gelijk aan attribuut, bijvoorbeeld P style is gelijk aan en dan background color en een of andere kleur. Maar ja, dan ga je nog altijd de stijl en inhoud een beetje met elkaar vermengen. Dus dat is geen wenselijke manier. Dat doe je vaak om snel te zijn. Ofwel ga je HTML in de header van je file zetten of bovenaan je body tussen een style en een einde style tag. Ofwel, en dat is de meest wenselijke, ga je eigenlijk een apart CSS-bestand maken en daarna linken in je HTML-pagina in de header via een linktag. Hier een voorbeeld van een inline-stijl. Dus hier ga je een kleur en een marge aan een paragraaf inline toekennen. Hier in het header, in het headergedeelte met style type is gelijk aan tekst / CSS, waar ik aan de body een achtergrondkleur toeken en aan de paragraaf een tekstkleur. U ziet dat die syntax is geen HTML-syntax, hè? Dus dat is een andere taal. Normaal werken we via een extern stylesheet-bestand, dus ook weer een platte tekst die we met een teksteditor zoals Notepad of Notepad++ kunnen aanmaken. En dan gaan we dan in de headingsectie van ons HTML-bestand of in de blogoefening doen we het in de body zelf, bovenaan, gaan we dan een link leggen naar een extern stylesheet. Hier link relation is stylesheet, type is tekst CSS en de href is mystyle.css. In dit geval veronderstelt dat dat CSS-bestand op dezelfde plaats is op de server dan de HTML-pagina. Voorbeeld van een CSS-beschrijving, hè, waarin ik een gele achtergrond aan mijn body geef, dan een blauwe kleur voor de tekst van mijn alinea's, en dan voor mijn anker ga ik zeggen dat hij geen onderlijning of zo aan het anker moet toekennen, maar wel een bepaalde kleur voor een niet gevolgde link en een kleur voor een link waar we reeds op geklikt hebben.
Nu, wat kan als een CSS selector allemaal voorkomen? Wel, eender welk HTML element, dus body H1, P, A, LI enzovoort. Ofwel een identity selector, dat is wanneer je met Matje werkt, kan je zelf eender welke naam geven aan een uniek element op je pagina. We gaan daar straks een voorbeeld van zien. Ofwel definieer je een brede klasse. Ga je zeggen, kijk, ik heb bijvoorbeeld een oefeningenwebsite met Nederlandse en Franse voorbeeldzinnen. En ik ga dus een bepaalde stijl, een bepaalde kleur geven aan mijn Nederlandse voorbeeldzinnen. Dan kan ik een klasse .Nederlands maken. En dan kan ik zeggen, P-class is gelijk aan Nederlands en dan krijgt hij die stijl. Dus dat zijn de drie verschillende selectoren. Nu, om stijlen te gaan toepassen, moeten we goed begrijpen wat het CSS-boxmodel eigenlijk inhoudt. En dat is in essentie een doos rond de HTML-elementen. En die bestaat uit marges, borders, de padding en de inhoud. Hier zie je dat heel duidelijk. De margin is het buitenste, dus buiten eigenlijk je element. Dus gaat het element afzonderen van de rest. Dan heb je eventueel een border waarvan je de dikte kan bepalen, de kleur, de omlijning. En daarbinnen, dus binnen border, heb je eigenlijk een padding. Waarmee je je vrij maakt van de border. En daarbinnen zit je inhoud. Dus die vier eigenschappen kunnen we gaan bepalen. We kunnen die in zijn geheel voor de vier kanten gaan bepalen, ofwel voor elk van die kanten afzonderlijk. Nu hier een voorbeeld waarbij ik een divisie maak die ik X noem. En ik zeg daar, de breedte van die divisie is 220 pixel, de padding overal rond is 10 pixels, de border 5 pixels, de border neem ik solid en grijs en ik neem ook een margin van 0 pixels. Nu, om een pagina te structureren kunnen we in HTML naast PH1 enzovoorts ook division gebruiken. En division gaan we eigenlijk inzetten om onze pagina in grote blokken te verdelen. En aan die blokken kan ik dan stijlen gaan toekennen. En zo kan ik mijn basispagina layout opmaken. Vroeger werd dat wel eens met tabellen gedaan. Dat is eigenlijk een niet zo goed idee. Het is best om zoiets met divisies te doen en een tabel echt te gebruiken wanneer je een tabel maakt en niet een pagina. Nu, hier hebben we een voorbeeldcode uitgewerkt en je kan die in w3schools.com, bij de try-out vensters, kan je die eens proberen inlassen. Je ziet dat ik hier drie divisies heb gemaakt in mijn HTML-document. En ik heb die telkens een ID gegeven. Dus die divisies hebben een eigen naam telkens. Dus header, menu en content. En de bedoeling is dat ik een hoofding heb van mijn webpagina. Dan een linker menubalk. En daarnaast een divisie met de inhoud van de pagina. Nu, hoe gaan we dat nu doen? Dus dit zetten we in de HTML. Dus deze HTML blijft heel proper. Hè. Daar staat daar heel weinig layout in beschreven, alleen structuur. Maar we gaan dus in de header sectie van onze HTML file of in een apart CSS bestand gaan we volgende instructies opnemen. In een volgend filmpje bekijken we dat allemaal nog eens dieper in detail.